Simeon, bedankt voor de uitnodiging om je nieuwe stal te bekijken. Het is tevens een jaar terug dat we hier ook hebben gezeten. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Sjaak, je hebt nog wat vragen. Ja, laten we hopen. De vorige filmsessie kreeg je nog wat kritiek. Ja, je zou er nogal zitten in alle besturen vanwege de verdiensten. En dan is de vraag natuurlijk, is dat de echte reden of heb je een andere drijfveer? Ja, nou ja, goed, ik heb altijd bestuurswerk gedaan in het verleden. Bij zuivelcoöperaties, nog een poosje waterschap gezeten. Ik heb zelfs het genoegen om sinds kort in de gemeentepolitiek te zitten. Er zitten twee kritische kanttekeningen, merk ik in jouw vraagstelling van, is het je broodwinning of niet? Dat is de ene kant van het verhaal. En wat ik ook wel hoor is van alle petten die je dan op hebt. Nou, dat laatste, dat wil ik dan in één keer wegnemen. Datgene wat ik in de landbouw doe, is allemaal gerelateerd aan de vakgroep melkveehouderij. Dus ik heb geen verbanden bestuurlijk met coöperaties of veevoerfabrikanten of weet ik niet wat. Dus daar kan ik redelijk onafhankelijk in zitten. Als je aan bestuurswerk veel geld zou willen verdienen, is het handiger om je te richten op bestuursfuncties in coöperaties en bedrijven dan dat je dat bij LTO doet. Maar ik krijg wel een vergoeding voor mijn bestuurswerk. Dat is ook nodig omdat je zeg maar, toch vaak van je bedrijf weg bent. En ik heb dat heel vaak, laat ik het anders zeggen. Ik heb het heel lang gedaan terwijl ik thuis een medewerker had. En ik heb altijd gezegd, ik wil mijn medewerker vergoed hebben. En ik wil er ook nog iets aan overhouden. En anders begin ik er niet aan. Dat is een voorwaarde geweest om het te kunnen doen. Aan de andere kant doe je het gewoon vanuit betrokkenheid. Ik heb me altijd graag met dat soort dingen willen bemoeien. Het heeft me ook altijd geïnteresseerd en de wereld is heel erg boeiend. Dus wat dat betreft is er nog genoeg werk voor de bezem zeg maar, om dat met ambitie te doen. Speelt vergoeding een rol? Ja, het speelt een rol. Zo eerlijk ben ik gewoon. Want er is niemand die iets voor niks doet of moet vrijwilligerswerk zijn. En in de LTO zijn er heel veel mensen die voor heel weinig geld heel veel werk verzetten. Maar ik ben daar bijna fulltime mee bezig. En daar staat dan ook een vergelijkbare vergoeding tegenover. Maar dan, zoals gezegd, als ik de uren moet rekenen die ik erin steek, en als ik die weg zou moeten zetten bij de boerenhulp, dan is het in evenwicht. Goeie zaak. Ik vind dat het minimaal ook moet zijn, want anders moet je het niet doen. Nee.